Minder dance-events in Martini Plaza toestaan, maar wel grote dance-evenementen toelaten in het stadspark. Als het gaat om vergunningen afgeven voor evenementen die veel geluid met zich meebrengen, heeft het stadsbestuur een zwalkend beleid, aldus de oppositie. De VVD, D66, de Stadspartij en Studentenstad willen dat het college uitlegt hoe dit kan. Dance-evenementen die binnengehouden worden, worden beperkt. Maar in Hartje Zomer worden er wel grote muziekfestivals gehouden op de drafbaan in het stadspark. Wat dan anders dat wij het gemeentebestuur hebben verzocht om dance-evenementen te behouden voor Martini Plaza. Eind november was dat. En dat kon toen met geen mogelijkheid doorgang vinden volgens het college. En vervolgens lezen we in de media en in de brief van het college op 10 januari... Dat er opeens enorme evenementen gaan plaatsvinden hier in het stadspark in de zomer. Ja, daar zijn we heel erg over verbaasd. De partijen die de vraag aan het college hebben gesteld denken dat er meer overlast ontstaat voor omwonenden. En in dat licht is eigenlijk heel gek dat het college dan kiest voor minder evenementen binnen, maar wel meer evenementen buiten. Dus daar gaan we het college ook naar vragen wat daar dan helemaal de bedoeling van is. Wat Daan Swets van Studentenstad ook gek vindt, is dat de organisatoren van de muziekevenementen in het Stadspark gecompenseerd worden, terwijl Martini Plaza met lege handen staat. Het was in eerste instantie zo dat in het Stadspark eigenlijk geen grote evenementen konden plaatsvinden door de aanpak Ring Zuid en het hoofdstation dat op de schop gaat. Dat is natuurlijk nadelig voor het Stadspark. Nu is uiteindelijk de uitslag dat er minder evenementen in het Martini Plaza komen, wat heel erg nadelig is voor Martini Plaza, en dat eigenlijk het Stadspark gecompenseerd wordt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat de eigenaar van Martini Plaza hier ook niet blij mee is.